Welkom bij Op de Hoogte. In deze zomerse aflevering blikken we terug naar het eerste halfjaar van 2016. De opening van de nieuwe hoteltoren van Hotel Tiel. Ja, nou, ik moet zeggen, we zijn eindelijk van alle bouwlawaai en rumoer af. We zijn nu volledig open, tot en met de 15e verdieping. 3 weken geleden hebben we de laatste gordijnen en frituurtafel opgehangen. Dus ja, we gaan ervoor. Eind vorig jaar is Van der Valk Vitaal van start gegaan. Van der Valk Vitaal is gezond zijn, gezond worden, gezond blijven. We hebben 2 fysiotherapiepraktijkruimtes al operationeel. De mensenziek en oefentherapie is operationeel. In de laagbouw, daar komen 60 kerkkamers in. Dus die kunnen we multifunctioneel gebruiken, zowel voor het hotel, want de mensen zullen niet in de gaten hebben dat dat echt een kerkkamer is waar zorg verleend wordt. Maar het is gewoon een hotelkamer waarin kerkfaciliteiten kunnen plaatsvinden. Nou, hier bij Fitness Club Tiel werken we samen met personal trainers en met fysiotherapeuten. Dus op het moment dat je begeleiding nodig hebt dat 1-op-1 is of dat je medische klachten hebt, dan kunnen die mensen naast onze gewone fitnesscoaches die mensen jullie ook nog begeleiden. We staan hier op het dak van het hotel. Dat is voor mij op zich een locatie waar ik vaker ben geweest. Als brandweer zijn we nauw betrokken geweest bij het bouw van het hotel. Niet alleen bij de bouw, maar ook onze uitdrukdienst hebben we met het gebouw kennis laten maken. En uiteindelijk hebben we dat afgesloten met een daadwerkelijke inzet. En op die manier maken wij het voor onze mensen veiliger, zodat ze het gebouw wat beter leren kennen. En kunnen wij ook Hotel Tiel wat veiliger maken door te begrijpen hoe het gebouw in elkaar zit. Wat is uw functie? Mijn functie is chef-kok en ik ontvang de brandweer en ik beleid u door. De brandweer voert een levensechte oefening uit op een van de bovenste etages. Hallo! Hallo! 110, 111 over. 10, 10, 10. Luister, jij gaat ons vertrouwen, wij weten wat we doen, wij nemen jou mee, gewoon even meelopen. Hier aan de muren, trappen. Einde oefening gegeven. Ja, oké, we gaan rustig inpakken. Housekeeping is een belangrijk onderdeel van het nieuwe Hotel Tiel. Goedemorgen. Middels online e-learning zet het hotel een uniek programma op. We hebben bij Van der Valk een e-learning opgestart. Recent hebben we dat gedaan. Daarin maken wij nieuwe medewerkers bekend met het schoonmaken van de kamer. Daar komt toch best wel veel bij kijken, want die kwaliteit die wij aan onze kamer stellen is, en die onze gast ook aan de kamer stelt, is vrij hoog. Daarnaast is het misschien voor de gast wel heel erg leuk om te zien wat er gebeurt met de hotelkamer nadat hij de kamer verlaten heeft en hoe dat onze housekeeper te werk gaat. Hotel Tiel introduceert een nieuw uniek concept, de chefstafel. Het unieke aan de chefstafel is dat ik als kok aan tafel kom bij de gast en de vragen wat ze wel of niet lusten. En aan de hand daarvan dan maak ik een verrassingsmenu bestaande uit kleine hapjes, 3 gangen tot en met 6 gangen. De chefstafel is verrassend en gezellig met de chef aan tafel en overheerlijke gerechten. Speciaal voor jou en je gezelschap. Informeer ernaar als je binnenkort een hapje komt eten in Hotel Tiel. Vandaag laten we ons verwennen in de gloednieuwe Savadé Spa van het hotel, wat zojuist is geopend.